Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat al een paar dagen over generaal Surovikin. Ja. Wiens lot onzeker zou zijn. Maar we moeten het ook over een paar andere mensen hebben, begrijp ik. Ja, er is op zijn minst één van zijn assistenten en misschien nog wel meerdere die ook van het toneel zijn verdwenen of gearresteerd, weten we niet precies. En het vermoeden bestaat dat er sprake was van een complot, zeg maar een complot van collaborateurs in de militaire top. En het is daarom interessant, omdat de Amerikanen, de CIA, die wist dit al half juni. Maar uit allerlei publicaties blijkt dat de FSB, dus de KGB, zeg maar, het ook al wist. En ook al waarschuwingen heeft gegeven aan het Kremlin. En we hebben steeds maar de vraag van wat wist Poetin? Mijn indruk, ik begin dus mijn eigen verhaal te herzien. Ik dacht steeds, Poetin is echt hierdoor overvallen. Ik geloof er bij nader inzien niks van. Ik denk dat hij het wist, dat hij het heeft laten gebeuren. En dat hij dacht, dan kan ik rustig beginnen aan een zuivering. Dan hou ik zelf de controle. Prigozhin is afgegaan omdat die rekende op die generaals en andere militairen die hem zouden steunen op het moment dat hij Moskou zou bereiken. Maar toen die halverwege op die snelweg M4 te horen kreeg dat dat niet het geval was, toen is hij omgekeerd. Met de staart tussen de benen omgekeerd. Ja, dus ik denk dat Poetin het helemaal zo slecht niet heeft gespeeld en dat hij het wel degelijk moet hebben geweten. En dit dus kan aanvoeren als een reden om af te rekenen met de militaire top. Ja. Die dus blijkbaar niet bestaat uit militaire genieën. Nee, maar dat wisten we al. En als je door de Russische krijgsgeschiedenis kijkt, dan is dat eigenlijk een constant beeld. Ze zijn niet erg goed. In sommige dingen wel. Ze zijn, je kunt ze geen moed ontzeggen. Het zijn hele moedige soldaten en strijders. Maar het is de organisatie van de krijgsmacht is altijd een wanorde geweest. En dat gaat echt al terug, misschien wel 800 of 900 jaar. Als je die geschiedenis bestudeert, dan zie je dat het de ene na de andere keer eigenlijk een puinhoop was. Ook in de Tweede Wereldoorlog, die ze hebben gewonnen. En waar ze 24 miljoen mensen hebben verloren. En er zijn heel veel militaire historici die zeggen dat was helemaal niet nodig geweest. Als ze het allemaal wat beter hadden georganiseerd en de commandostructuur beter voor elkaar hadden en de aanvoerroutes, dat kunnen ze niet. Dus ook de opvolgers van Surovikin en de zijnen, jij verwacht er niet meteen de wereld van? Nee, ik verwacht er niet meteen de wereld van. En we moeten ook uitkijken dat we daar al te veel conclusies aan verbinden. Want het is niet zo dat door wat er nu allemaal gebeurt de Russen er plotseling zwakker voor staan of dat hun kans om te winnen kleiner is geworden. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nou, dit is allemaal geweldig nieuws voor Oekraïne. Het is geen slecht nieuws voor Oekraïne, al die wanorde. Want het maakt hun positie misschien ietsje beter. Maar uiteindelijk betekent het niks. Maar ja, er is nogal wat uit de lucht geschoten. Zeker. Natuurlijk. En dat is nu tot in detail duidelijk geworden. Ja, dat is ook een interessant verhaal. De woede van Poetin op Prigozhin was dat hij zei, die Wagner-mensen die hebben enorm schade aangebracht aan onze luchtmacht. Die hebben Russisch bloed vergoten. En dat blijkt ook waar te zijn. Het verhaal, voor zover ik het begrijp, was al dus, er is een luchtaanval geweest op posities van de Wagner-soldaten. Of die bedoeld waren voor die Wagner-soldaten, dat weet ik niet. Dat kan ook weer een van die wanorde-verhalen zijn die passen in het Russisch verhaal. Maar mijn indruk was dat het wel degelijk tegen de Wagner-soldaten was om ze te intimideren. En die zijn terug gaan schieten met enorm succes. Die hebben een commando-vliegtuig uit de lucht geschoten waar de Russen er maar 12 van hebben. Echt een heel belangrijk ding. En nog 5 gevechtshelikopters. Echt een bloedbad geweest. En die details komen nu ook allemaal vrij. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.